This is the Ferrari FXX exclusive. And this is our test team. The Berg Toys Company in Ada has been making pedal go-karts for the past quarter of a century. 2 years ago, it started to manufacture a super deluxe Ferrari go-kart. Other automobile manufacturers have taken notice. Mercedes and Porsche want one too. Ferrari was een van onze eerste licentiepartners met wie we een samenwerking zijn aangegaan. Uiterst succesvol, heeft ons merk heel nadrukkelijk op de kaart gebracht, maar ook ons product. Wereldwijd aandacht gehad. En dat is ook andere merken niet onopgemerkt gebleven. Dus langzamerhand draaien de rollen zich om en benaderen wij de partijen niet meer, maar benaderen ze inmiddels ons. What makes it so special? Nou, dit model heeft alle eigenschappen die een F1 auto ook heeft. Om te beginnen bij de hele grote lichtmetalen velgen met de ultra platte banden. Daarnaast alle spoilers die de aerodynamica bevorderen. Een lederen sportstuur en ook een lederen zitting. 7 versnellingen en uiteindelijk ook een stel fantastische schijfremmen hier zichtbaar. Die de snelheid uit het voertuig halen op het moment dat het gewenst is. And how much does it cost? Het model zoals hier afgebeeld kost €1.499 in de winkel. Dat is een hoop geld, maar dat is wel de goedkoopste Ferrari die er is. Man, ik denk dat een Ferrari wel iets harder kan. Nou, je ziet dat hij naast Nederland heel goed wordt verkocht in Duitsland, maar ook in Rusland. Net eigenlijk voor de crisis waren ze daar niet aan te slepen. Maar we hebben ook modellen verkocht in Japan en China, waar gewoon ook hele rijke mensen wonen die dit product voor hun kinderen dragen. But what did our test team think of the Ferrari FXX? Leuk! Ja! Do they want one too? Ja! 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 Mag ik roken, papa? Mag ik roken, papa?